denk als je lang op een white spot bent, dat dat echt een ongelooflijke, fantastische ervaring is. En bovendien denk ik als je in een white spot bent, dat je dan ook veel creatiever kunt zijn. Je bent relaxter. Die mentale stilte is heel belangrijk. Ja, hier staat, zover ik weet, in een van de belangrijkste white spots van Nederland. Eigenlijk op het hoogste punt van het boswachterij speelde Spiel de Bos, vlakbij Ermelo. En ja, dit is gewoon een plek waar ik niet beter weet dat hier geen bereik is. Dat je hier niet kan telefoneren, dat het hier stil is. Ja, je bent natuurlijk altijd gewend om je telefoon paraat te hebben en dat je gebeld, als boswachter zeker, overal gebeld moet kunnen worden, maar dat is op de Noord-Veluwe lang niet overal zo. Want dit is niet de enige plek waar geen bereik is, wel de grootste plek als white spot. Maar hier weten we het zeker, als je hier in buurtschap 3 bent, dan houdt het op. Ik kwam hier in dit gebied een edelhert tegen met zo'n groot gewei. En als jonge jongen, 8 jaar was ik, en dat maakte zo'n indruk dat ik meteen wist, nou, ik wil boswachter worden. Een diep gevoel van binnen, hartverwarmend wat mij toen overkwam. Omdat een ontmoeting met een wild dier, als stadsjongen, want ik kom uit de stad, gek genoeg, zo'n indruk maakte dat ik was gewoon verkocht. 1 keer in de maand ga ik nog wel eens terug om die stadervaring weer even te voelen, want je komt er toch vandaan. Maar ik denk, door het feit dat ik uit de stad kom en daar opgegroeid ben, mijn beleving hier als kind zo groot was, omdat ik deze natuur van deze schaal, met deze rust en de dieren die hier liepen, helemaal niet gewend was. Dus er gebeurde iets met mij wat misschien wel extra versterkt werd, doordat ik de stad gewoon was. Nou ja, wat ik vooral gaaf vind van de Veluwe en van dit bos is dat je hier nog rust hebt, stilte, je hebt hier nog ruimte. Je kan hier inderdaad nog het wildernisgevoel krijgen. Je kunt hier dwalen. Nou, dat heb je natuurlijk in verstedelijke omgeving niet meer. Het lijkt erop dat er steeds meer stress is en mensen ontspanning bewuster opzoeken. En daar zijn deze bossen nou zo belangrijk voor. Dus het is ons er alles aan om dat te bewaren. En mensen dat te gunnen. Het is eigenlijk een soort kwaliteit, ook voor je gezondheid. En dus het hele bos is eigenlijk een wellnessplek. Hier moet je ontspannen. En dus het is belangrijk. Wij onderschatten soms de mate van verstedelijking in Nederland. En het feit dat dat behoorlijk wat doet met onze zintuigen. Hier kun je weer even terug naar iets wat heel basic is. En wat mij betreft ongelooflijk belangrijk, namelijk je lijf rust gunnen, rust geven en je zintuigen openzetten voor de natuur. Want de natuur is de grootste inspiratiebron die we hebben. En als we die rust en die de natuur zelf ook nodig heeft, bijvoorbeeld vogels, als die in de stedelijke omgeving komen, gaan ze zich anders gedragen. Ja, die puurheid van de natuur moeten we hier behouden en daar moet je zo nu en dan even naartoe gaan, onderdeel van zijn.